Ik ben Jill Huibrechts en dit is mijn dressuurvlog. En dit is mijn moeder. In mijn vlogs geef ik jullie een kijkje in mijn leven als internationaal Grand Prix Amazone. Hallo allemaal, ik ben beland voor de leukste winkel uit Nederland, namelijk het Drunens Ruiterhuis. En ik ga jullie een kleine rondleiding geven, want dit is de winkel die in Drunen is, waar ik dus woon. Dus met twee straten van mijn huis. En hier kom ik echt heel vaak. Het is natuurlijk de winkel die in Drunen is en dat is echt met twee straten van mijn huis. Dat is eigenlijk best gevaarlijk, want hier kom ik echt heel vaak. Als je het personeel gaat kennen en zo, dan weet je dat je gewoon echt hier te vaak komt. Maar de winkel is dus volgens mij vorig jaar helemaal verbouwd. En nu is het echt nog mooier, want het is echt super gaaf geworden. Ik zal jullie een beetje rondleiding geven door het vernieuwde Drunens Ruiterhuis met personeel. Ik kom hier echt al vanaf dat ik 6 ben of zo, echt super vaak. Om alles te kijken en hier een beetje rond te hangen. Omdat het zo'n mooie winkel is. En super exclusieve producten hebben ze hier ook. Als bijvoorbeeld Capitalia en Equiline. Daar hebben ze echt super veel van. Dus echt een super fijne winkel om zo dichtbij te hebben. Nou, we zijn net binnengekomen. En dan kom je eigenlijk al meteen bij de mooie caps van Capitalia. Daar hebben ze heel veel hangen. Allemaal caps. Ik heb zelf ook Capitalia. En deze is ook echt heel gaaf. Voor trainen bijvoorbeeld. Ik heb een beetje dit idee. En ze hebben ook heel veel van Sam Shield hangen. Eigenlijk hebben ze echt super veel helmen. Maar ook heel veel glitters. Uvek zie ik. Charles Owen. En nog wat andere merken. Echt heel veel caps. Caps. En natuurlijk ook voor de allerkleinste zijn er genoeg caps hier. Nog meer caps. Had ik al gezegd caps? Nou, dan hebben we hier bij de ingang is ook de wedstrijdafdeling. Hier hangen ook de fraks. Die hebben ze ook hier. De slipjas ook wel. Nog meer slipjassen. Equiline. Best veel verschillende. Daar hebben ook niet veel winkels, zoveel verschillende vracht. Ik zie dat deze nieuw is. Wedstrijdshirtjes, plastrons. En heel veel jasjes. En rijboeken. Nog meer jasjes. En witte shirtjes. En ze verkopen hier ook trouwens die Anita Active, die ik ook gebruik. En dan gaan we hier door naar de laarzen. Drunens Ruiterhuis staat natuurlijk ook bekend om de import, als importeur van De Niro. Dit is ook een hele gaaf De Niro laars met allemaal die glitters. Misschien is het jullie al opgevallen, maar ik hou van glitters. En hier hebben ze natuurlijk superveel De Niro laarzen. En dan ga je één keer in de week aanpakken. Sorry, Kees? Ja. En haar vader is hem ex-vriend. En dan was hij één keer, twee keer in de week. Hoe heet hij dan? En Petri is hier daarachter. Dit is De Niro. Van alle... Verder hebben ze hier nog een hele wand vol met verzorging voor laarzen. En nog veel meer voor, ook voor kleine kinderen. En nog meer. Chips en dat soort dingen. Dus. Dat is het laarzengedeelte. En dan zie je ook meteen dat als je daar vandaan loopt, dat ze hier ook heel veel kleding hebben hangen tegenwoordig. Eerst was dat wat minder. Nu hebben ze echt super veel kleding ook hangen en liggen op tafels. Dus dat is wel echt heel leuk. Alle nieuwe collectie hangt er al. Alle vrolijke kleurtjes zie ik nu. Er zijn ook heel veel rijbroeken. Tegenwoordig hangen. Dus er moet altijd wel iets te vinden zijn. Ik ga denk toch binnenkort aan kinderen beginnen als ik dit zie.
Het is echt te schattig. En dan loop je weer verder door de winkel en dan kan je hier altijd gezellig koffie of thee drinken. En dit zijn de vissen van Jan. En dit zijn Tom en Louis. En die wonen hier. Dit is de eigenaar van Bruns Ruithuis. En hier hebben ze heel veel aan verzorgingsproducten, supplementen en dat soort dingen. Allemaal stalbenodigheden. Ook heel veel dingen voor internationale wedstrijden. Hier liggen wat stalgordijnen en dat soort dingen. En dat rekje wat ik heb, dat hangt hier. En staltas. Wat andere staltassen. Ook bodyprotectors hebben ze hier best veel. Ook voor hele kleine kindjes. Ook airjackets hebben ze hier. Zo cool. Die wilde ik eerst voor Enzels. Maar nu is hij leek lief. Ook mannen wedstrijdjasjes en wedstrijdspullen hangen hier. Heel veel sokken en handschoenen. Dan hebben ze hier ook nog een hele wand voor sporen en bitten. Dus ook altijd stangentrain, sprengingen, KNK, dat soort dingen. Alles hebben ze hier. Echt heel fijn dat er zoveel is. Altijd wel iets te vinden voor ieder paard. Ook heel veel beenbeschermers. Alle merken: Escadron, BR, Kingsland, dat soort dingen. Nog meer beenbeschermers. Ook wedstrijdbeenbeschermers. En ook voor springers. Nog meer beenbeschermers. En dit is ook wel heel leuk. Dit is eigenlijk pas net nieuw. Hebben ze alle dekjes hebben ze opgehangen. Zodat je echt heel makkelijk je dekje kan zoeken die je zoekt. Echt heel veel dekjes hangen hier. Pony, full, springen, dressuur, alles. Oornetjes hebben ze ook heel veel. Bondjes in overvloed. Borstels. Als je nou slim bent. Wie zou dit zijn? Vraag je het even wie aan zou je dit zijn? Ze denkt van de Jumbo reclame. Wie zou dit zijn? Ah, nee, kom. Het is Jan. Ja. De man die alles kan. Frontremmen. En dan hangen hier wat modellen van dekens die je kan zien. Dat is wel handig. En heel wat touwen. Hierachter is het helemaal uitgebouwd. En hier zijn dus heel veel zadels. Dat is ook anatomica waar mijn zadel van is. Kan je hier vinden. En L'Équipe. Luxulderiek. Euroriding. En nog veel meer. Hier zijn nog andere benodigdheden voor zadels. Hier ligt een anatomica. Singles. En hier hangen ook alle hoofdstellen. Hier hebben ze echt ook alle mooie exclusieve stang- en trenzo-stellen van Deubert en Passier en dat soort dingen. En hier hangen nog allemaal dekens, transportbeschermers. Alles is heel mooi tegenwoordig opgehangen en zo. Dat was eerst een beetje minder omdat het natuurlijk veel kleiner was. En nu is het veel groter, dus er is veel meer ruimte om alles op te hangen. Dit is ook best een handig ding, want hier kan je zeg maar gewoon deuren en dan kan je gewoon open schuiven en dan kan je allemaal zwepen zien als je iets zoekt. Nou, dit was dus mijn korte rondleiding door het Drunes Ruithuis. Ik hoop dat jullie het een beetje leuk vonden. Voor de mensen die nog nooit bij Drunes Ruithuis geweest waren. Ik zou zeggen, ga een keer langs, want het is echt een superleuke winkel. Ik weet niet of hier heel veel mensen heel vrolijk van worden bij dit tankstation. Maar wij wassen onze dekens dus sinds kort bij zo'n openbare wasseretten. Dus echt ideaal. Als 8 euro donderden 4 dekens in en schoon. Ja, doe maar open. Die zijn dus nu gedroogd. Nou,
zijn we even naar Druus Ruiterhuis geweest. En dan is het allemaal gewassen en droog. Klaar. Keihandig. En schoon. Dat was hem. Tot de volgende keer. Vergeet je niet hieronder te abonneren.